Zondagmorgen is een automobilist met zijn auto te water geraakt. Dit gebeurde langs de N507 bij de Braken. Hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren, kon de politie niet zeggen. De bestuurder raakte niet gewond. Een berger is gekomen om het voertuig uit de sloot te halen en af te voeren. Eén rijbaan was tijdelijk afgesloten.